Vandaag zijn we in Eindhoven. We zijn op het voormalige Campinaterrein waar het gebied De Kaai wordt herontwikkeld tot nieuw woon-werklocatie. We geven vandaag een inkijkje in woontoren Flow, ontworpen door mij architects en planners. Ik ben Mark Verosmalen, al 23 jaar projectadviseur voor architecten bij Reinaerts Aluminium. In die hoedanigheid ben ik een tijdje geleden benaderd door mij architecten. Als partner bij mij architects en planners ben ik architect. En partner naast Robert Winkel en Robert Platje. En wij mochten een paar jaar geleden die architectenselectie ingaan om het ontwerp van een van de gebouwen hier op het voormalige Campinaterrein te ontwerpen. Toen we die architectenselectie begonnen, toen hebben we eerst onszelf verdiept in de omgeving. En toen kwamen we er snel achter dat vanuit de gebouwen die er al staan, waar vroeger melk en ijs werd geproduceerd door Campina, dat zijn best wel grootschalige hallen. En één typerend kenmerk wat erin zit zijn de gebogen plafonds, de daken. En dat zie je heel goed van bovenaf en dat zie je ook heel goed vanuit binnen. En we staan hier nu ook in een binnenruimte en dat is eigenlijk de eerste relatie die we hebben gelegd in die vormetaal en die geometrie van het plafond met de boog, om die zo snel mogelijk ook in de nieuwbouw terug te laten komen. Zodat de nieuwbouw eigenlijk direct zich relateert aan de bestaande bouw. Ja, en Flow is eigenlijk de eerste fase van de nieuwbouw hier op de Kaai. En met Flow wordt er een woontoren gemaakt waar straks ook gewoond kan worden. En dat was eigenlijk helemaal niet gebruikelijk hier in dit gebied, want er waren eigenlijk alleen maar mensen aan het werk. Het meest herkenbare aan Flow is denk ik het gebogen frame van het raam. En dat komt voort uit de relatie met het erfgoed. Het industrieel erfgoed wat hier is en ook gebogen plafonds kent. Ik vond het interessant om die relatie te leggen. Maar dan niet op een manier dat het aan de bovenkant getoogd is, maar juist aan de onderkant. En wat je dan krijgt is, zoals we hier staan, het lachenbekje met een positieve uitstraling. De uitdaging die we hier zagen was dat de ontwatering van het systeem, water wat in het systeem terechtkomt, wat we normaal gesproken afvoeren, dat wel heel erg samenkomt, zeker bij de kozijnen van 4,5 meter breed, in dat onderste punt. Daar willen we geen waterophoping hebben, want dan zouden we ook lekkage hebben. In het voortraject voor de architect nog hebben we even bekeken of dat een probleem zou kunnen zijn. Daar ga ik dan voor met de interne experts gaan we kijken of we dat kunnen oplossen op het moment dat we zouden moeten gaan leveren. Dat hebben we aandachtig bekeken en eigenlijk geconcludeerd dat we dat kunnen gaan oplossen. En dat de architect door kan met zijn ontwerp, met het slanke S38 systeem, om dat dadelijk te gaan realiseren. Een ander aspect dat we denk ik heel sterk hebben geïntroduceerd is wat je in dit schaalmodel ziet, is een verloop van schaal. We staan hier op dit niveau van de toren, waarbij het raampje eigenlijk vrij klein is. Dat gaat naar boven toe, wordt steeds groter, zodat het bovenin eigenlijk hele grote vensters betreft. Dan op afstand is die herkenbaarheid van het gebogen raam ook ervaarbaar. Ook typisch industrieel zijn de slanke profielen. We hebben hiervoor samen met Reinaerts gekeken naar het profiel wat we zien, dat is de SL38. Door ze slank te laten past het ook heel goed bij het industrieel erfgoed. Ook andere projecten zoals bijvoorbeeld de Phoenix in Rotterdam passen juist in pakhuizen de slankere profielen toe. En wij denken dat een versterkend effect heeft op de relatie met zijn omgeving.